Hoi Sterrenbeeld Vissen, dankjewel dat jullie weer kijken. Bedankt voor jullie likes, reacties en natuurlijk ook de abonnementen. Ben je nog geen abonnee, klik even op de button. Het helpt mijn kanaal. En het zorgt ervoor dat jullie de filmpjes op tijd te zien krijgen. Ja, door al dit stormachtige weer ben ik nog steeds verkouden. Excuse me. Grote kannen water sleep ik hier naartoe om mijn stem goed te houden. En wat ik wil zeggen, vissen, mocht je na deze carrière reading, mocht je daar nog iets anders achteraan willen, dan kun je altijd nog gebruik maken van de actie 15 minuten voor 15 euro, die nog steeds geldig is in april. Oké, sterrenbeeld vissen. Waterteken vissen, 12e teken van de dierenriem, 12e huis en wordt ge... Neptunus is de planeet van vissen. En we hebben natuurlijk ook Saturnus nu in jullie teken. De planeet van de structuur en de man met het vingertje. Alles moet gedaan worden volgens het boekje. Daar kun je wel wat last van hebben, vissen. Oké, sterrenbeeld vissen. Onder op het dek heb ik de devil energy, wel omgekeerd. De wereldkaart. 7 van pentakels. De schildknaap van zwaarden. De ridder van pentakels. En dan heb ik nog het aas van zwaarden. Duidelijk dat hier een bepaalde waarheid gesproken moet worden, vissen. Als het om jouw werksituatie gaat, dan kan het ook zijn dat je met een zeer toxische baas te maken hebt gehad. Of werksituatie. Waarin er nog een hele controle werd uitgeoefend. Of jij bent zelf degene die nog op een of andere manier aan iets geketend is. Heb ik het idee. Kan te maken hebben met angsten of angsten om jouw waarheid te spreken. Misschien vind je het moeilijk om voor jezelf op te komen en moet je dat ook elke keer oefenen of heb je er een bepaalde hulp bij nodig om goed voor jezelf op te kunnen komen. Je hebt zeker te maken met een toxische omgeving of zo. Het kan ook misschien jouw privéomgeving zijn die dan weer je werkomgeving beïnvloedt of zo. Maar er is iets wat doorbroken mag worden. En wat ik al zei, Saturnus zit natuurlijk in jullie teken op dit moment. Het is een situatie die jou mentaal of fysiek beïnvloedt. En het is belangrijk om die situatie te doorbreken. Of dat nu een huwelijk is waar je die onderdrukking voelt of de werksituatie die die onderdrukking met zich meebrengt. Op een of andere manier heb ik het idee dat je voor jezelf moet opkomen en je power terug moet nemen. Dat je dus jezelf mag laten horen vissen en voor je eigen rechten. Misschien heeft het ook met de rechtbank te maken en met contracten, met het ontbinden van contracten. Misschien wil je ergens weg of wil je scheiden en wil jij weg op je werk. Dat alles kan met elkaar in verbinding staan. Kijk, als je privé niet lekker voelt, dan werkt dat ook door in je werk. Maar belangrijk is dat er een soort communicatie gaat komen. Misschien via de rechtbank of via jouzelf, door middel van een contractontbinding. En ik weet zeker als dat er doorheen is, of het is klaar, of jij vertrekt misschien wel. Misschien ben je wel van plan om gewoon te vertrekken. Dan zal dat jou ten goede komen, vissen. Er moet in ieder geval een beslissing gemaakt worden, want ja, ik zie hier ook weer die Five of Wands. Strijd. Strijd zie ik.
of je zit in een omgeving waarin heel veel strijd is. Mensen hebben allemaal een verschillende mening. Iedereen doet een duit in het zakje en het is een chaos. Dus er moet een bevrijding komen van deze energie. En dan zul je je ook werkelijk bevrijd voelen. En dat is echt door middel van communicatie. Het is de hand van God die jou dit aas van zwaarden geeft om voor jezelf op te komen vissen. Ik kan niet voor je zeggen wat het is, maar het heeft waarschijnlijk te maken met een contract waarin je je vast voelt zitten. Misschien voel je je al een hele tijd vastzitten in een bepaalde situatie en wil je graag weg. Maar heb je verplichtingen, want dat is die Saturnus weer. Verplichtingen heb ik, dus ik kan niet zomaar weggaan. Of misschien ben je bang als je gaat scheiden, dat je dan nooit meer de liefde van je leven vindt. Noem maar op. Er zijn verschillende mogelijkheden die op jullie van toepassing zijn. Maar wat ik wel zie is dat deze situatie vraagt om een ja, krachtig standpunt. Dus vissen, je mag voor jezelf opkomen. En hoe je dat doet, dat weet ik niet. Dat is voor iedereen verschillend. Maar het kan zijn door of weg te gaan, de omgeving de rug toe te keren, of inderdaad via een gesprek of via de rechtbank. Er komt een bepaald iets, een scheiding, een breuk. En ik denk als het hoogste woord eruit is, dat jij je bevrijd zult voelen. Dat je eindelijk die power terug hebt genomen. En jezelf sterk voelt en zegt, iedere dag word ik een beetje sterker vanaf nu. En ga ik voor mezelf opkomen en ga ik een nieuwe ronde nieuwe kansen in. Met een nieuwe ronde nieuwe kansen. De wereldkaart betekent een oude cyclus komt ten einde en een nieuwe cyclus gaat van start. Het kan zijn, als je met contracten te maken hebt, dat het op dit moment moeilijk is, omdat we in Mercurius retrograde zitten. Daar moet je altijd oppassen met nieuwe contracten tekenen en goed de kleine lettertjes lezen. Wat ook belangrijk is, is om het is niet de beste tijd nu voor communicatie. Mercurius is de planeet van de communicatie, dus let op dat het op dit moment verkeerd kan opgevat worden of appjes die verkeerd begrepen worden of dingen die verdwijnen of noem maar op. Dus let op dat de communicatie op dit moment niet echt, het is niet echt een goede tijd om een nieuw contract te tekenen of te communiceren. Wacht eventjes tot 24 april, tot Mercurius weer direct gaat en dat is voor jullie dan een betere tijd om jezelf te bevrijden van iets wat niet gezond is. Dat is één ding wat zeker is, vissen. Wil je dan nog verder op voortborduren met mij? Dan kun je mij eventjes mailen voor een 15 minuten 15 euro reading. En anders zie ik jullie volgende keer. Doei doei!